Ja, de verwarming die doet het nog niet. Dus ik heb mijn jas aan. Maar we zijn hier voor Timo. Wow. Ah, mijn hoofd. Ik val van de trap. Vergeet zeker even niet te liken. Kijk, het is hier hartstikke koud. Daarom heb ik mijn jas ook aan omdat de kachel... Hoofd. Ik val van de trap. Timo, leuk kennis te maken. Ja. Ja, hoe is het met je? Ja, momenteel gaat het goed. Mijn hoofd. Jij kwam ermee op Dumpert, onder andere, maar op heel internet was het te zien. Ja. 1,2 miljoen views op Facebook, 100.000 ook nog op Dumpert zelf. Goed. Schrok je ineens van al die aandacht? Nou, het begon eigenlijk zeg maar op school waarbij ik 's ochtends op Dumpert kwam en dat was allemaal leuk. Maar toen kwam ik thuis en toen liet mijn moeder het Facebookbericht al zien, die al binnen 2 uur 200.000 views had. En ik dacht, oké, dit kan best wel eens een goede kant van mij opgaan. Ja. Ja, ik vond het wel leuk. Ja. Je zag het eigenlijk ook dus positief. Ja, ik heb zelf een YouTube-kanaal en daar is het flink goed mee gegaan. Er stonden ook wel wat zure reguursels op Dumpert, hè? Van waarom doet de jeugd dat nou eigenlijk, dat vloggen? Ja. En waarom doet de jeugd dat nou eigenlijk? Leg jij dat nou eens uit, Timo? Nou, kijk, ik weet niet of dat voor iedereen geldt, maar ik vind het gewoon leuk om mijn leven vast te zetten en dat kan ik dan later terugkijken. Vergeet zeker even niet te liken. Dit stond gewoon open en jij liep hier zo van, hallo, ik ben een vlogger. En toen stond ik hier ongeveer. Hier stond ja. ik. Zo, en ik dacht, ja, het is hier hartstikke koud en daarom heb ik mijn jas ook aan. Toen ging ik over de kachel praten en toen klapte ik naar beneden. Ja. Heb ik mijn jas ook aan omdat de kachel... Maar je kan goed zien vanaf hier, daar is de camera aan, daar kom je helemaal vandaan. Ja. Het is gewoon echt hoog. Wow. En dan daarna ook gewoon nog vragen voor die likes en zo. Ja. Sterk, heel sterk. Check jullie later, vergeet zeker even niet te liken. Ik had echt behoorlijk pijn aan mijn hoofd. Maar mijn broer die kwam de deur in. Dus ik dacht, ja, nu niet huilen. Ik moet even snel die vlog afsluiten. Ja. En dan kan ik daarna gewoon mijn gang gaan. Heb je ook nog, zeg maar, een lesje eruit geleerd? Misschien bepaalde wijsheden vergaard? Ja, ik weet niet meer dat ik voor over de trap of moet lopen. Maar dat ik beter andersom de trap af kan lopen. En misschien als je de trap afloopt niet vloggen op dat moment specifiek. Dat je even zegt van, kom zo terug. Ja, ja, dat had ook gekund. Ja. Nou, als jullie deze video leuk vonden, abonneer hieronder met het belletje aan. Like deze video en dan check ik jullie later bij een nieuwe video van Dumpert.